net de weg vragen. Nee, nee, wacht even. Ik moest net de weg vragen. Nee, wacht even. Mensen konden me niet eens verstaan. Waar zitten we? Hey, luister. Abonneer even op AlDMD. Ja. Hey. Ga je het nou terug doen? Ja, nou ga ik het terug doen, ja. Abonneer op AlDMD. Hey, maar ik... Hij wil ook wat zeggen. Goedemorgen. Okay. Nou, dan bouw hij dus zitten. Hij is mee. Ik moest eerst met hem mee en nu gaat hij gewoon een keer met mij mee. Ik moest wel een stukje rijden, maar... God, kaleren. Maar hij is mee. Hij gaat zoeken naar militairen, ja. Nou, dat geloof je toch niet? Gezelligheid, Ruud. Dus... hopelijk vinden we wat vet. Moeten ze nog abonneren of zeggen... Dat ik het nu normaal vast zeggen, want... Zoek het maar uit. Kijk dan gewoon, de eerste vondst. Nou, mijn dag is klaar. Ik kan wel stoppen vandaag. Eerste vondst, een zilveren ring. Met, met allemaal puntjes erop. Hij is nog niet ingegraveerd, dus de beste meneer of mevrouw had nog geen liefie. Ja, of dit iets met de oorlog te maken heeft, weet ik niet. Wat denk jij, Glenn? Dat ik een Hembrug-patroon heb gevonden. Nederlands leger. Hembrug? M95. Ja. Vind ik deze toch leuker? Die is ook veel leuker. Je hebt best kans. Want hier is het leger gezeten. Het Nederlands leger. Dus je hebt best kans dat het van een Hollandse soldaat is geweest. Ja. Nou, leuk. Gaaf. Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, we komen in de richting, maar het is nog niet helemaal wat ik wil. Oh, wat focus die slecht, zeg. 25 cent. En daar zijn we niet helemaal naar op uit. Maar goed, we gaan lekker door. We gaan lekker door. Het zit wel diep, hè? Ja, maar ik kan er niet bij komen. Jawel, je hebt nog een halve arm over. Ja, maar heel vreemd is, ik ben mijn grote schep vergeten. Oh. Pak mijn schep er nog even bij. Het is echt heel diep, hoor. Ja, het is heel diep. Ik weet niet of het wat is. Ja, dan moet het iets groots zijn. Het is iets groots. Ja. Maar ja, hier zo. Een waterleiding. Ja, moet je even voelen. Nee. Hoor. Het lijkt of iets van een explosief of zo wat uit elkaar geklapt en leeg is, maar... Kijk maar, hier zie je ook die draaipunten erop zo, hier andere. Nee, ik weet niet of dit een bom is, hoor. Ik weet het ook niet. Het is wel uit elkaar geklapt, dat wel. Ja, dat wel, ja. We gaan er even achteraan. Even kijken wat het is. We gaan er even achteraan. We gaan even zoeken. En laat ik het jullie niet weten, maar dan moeten jullie maar bij AlDMD kijken. AlDMD. 10 cent, 1942. Dat is Sink oorloggeld. Maar moet kijken hoe mooi dat er nog uitziet. Het is echt superleuk. Ja, het geheim is een beetje in deze contraille wandelen met die jongens mee. Terwijl iedereen weet dat ik niet echt een militaire zoeker ben. Is dat ik de discriminatie lekker hoog heb gezet. Dus al die ijzeren dingen, dat laat ik lekker leggen. En ik ga gewoon lekker voor de kleine goodies ertussen door. Vind ik misschien wel minder als die jongens. Maar al die rommel, die hoef ik niet. En zo ben ik met ze mee. En dan speel ik toch stiekem een beetje mijn eigen spelletje. Laat mij de muntjes en de rommeltjes maar opgraven. De rest hoef ik niet zo nodig. 10 cent. Hartstikke leuk. Noodgeld, oorlogsgeld van Sink. Kijk eens. Komt er toch nog een musketkogeltje uit. Musketkogeltje. Op de een of andere manier vind ik deze leuker als die gewone hulsen. Maar ja, dat zal wel aan mij liggen. Echt, hè? Je wordt helemaal doodgegooid met dit soort dingen. Dat zijn afgevuurde kogels. Daar heb je eigenlijk geen moer aan. Wel leuk. Nee, het is helemaal niet leuk. Weet je wat hij heeft? Hij is helemaal paniek. Is hij paniek? Kijk, dan toch nog een hele. Ik waag me er niet aan om te zeggen welke het is. Maar goed, als ik dan toch met Klein op pad ben en we zijn dan toch bezig met dit soort dingen, dan film ik het ook gewoon maar. Helemaal compleet. 1945 of 45 staat er aan de onderkant.
Waar zag ik het nou staan? Nee, die komt er. Oh, hier. Ik denk schoensmeer. Jij denkt schoensmeer? Ja, ik denk schoensmeer. Niet haring in tomatensaus? Nee, die zat in, die zat in glazen blikken. Of glazen blikken, bestaan niet. Maar, nou, we kunnen hem toch openmaken? We kunnen hem openmaken, ik denk dat het behoorlijk stinkt. Ja, dat geeft niks, joh. Oké. Geef je die dikking tool maar even. Gaan we hem openmaken. Leuk! Ik heb vergeten vandaag, dat is het enige wat ik bij me heb. Ja, nou, dit is... ideaal ervoor. Ja, dit is een blikje. Een blikje. Dank je wel, Bart. Blikje in die water. Komt hier. Hey. Even een beetje... Subtiel. Beetje subtiel. We hebben nu wat... Hey, hallo! Zusje, man! Anders gaat hij niet open, man. Dus ja, er zit wel wat in nog. Er zit wel nog wat in. Gadverderrie. Ja, laat maar zitten. Nou... Ik doe dat niet zo. Wie is dat man nou, hè? Olie, hij ruikt toch al schoensmeer. Gadverdamme, joh. Kijk, hij is open. Hé, hey, hij is open! Ja, het stinkt. Ja, het stinkt wel. Ja, het is schoensmeer. Het is schoensmeer. Dat is cool. Schoensmeer uit de oorlog. Er is er maar één die schoenen aan hebt. En dan ben jij. Nee, ik hoef niet, man. Dankjewel. Ik lust hem wel, maar ik ga eerst jouw schoenen poetsen. Ja, het is echt top schoensmeer. Had ik al verteld dat er asbest in zat? Is het wel schoensmeer? Ja, het is wel schoensmeer. Waarom zit er dan zo'n dingetje in? Wat is dat? Een kogel? Nee. Dat is echt schoensmeer, 100%. Ja? Ja. Oké. Okay. Schoensmeer. Nou, dan zou je denken, wat is dat nou weer? Dit is een oude seinkogel. Een flair, om zo te zeggen. Dus dit vind ik wel vet om te vinden. Die vind je niet zo vaak, vooral niet hier zo. En deze krijg je altijd perfect schoon ook nog eens. Dus... hele vette vondst. Ja. Hey jongens, wat gebeurde er net? Ik heb helemaal een bonzende kop. Ja, die had ik al, maar een beweegbare buik. Komen er twee van die groen-witte auto's achter ons aan? Politie, halt! Ja, ik zeg nog rennen! Rennen! Wachten. Rennen! Ik heb me helemaal de suf gerend. Maar goed, dat was te laat. Ja. Ze hebben ons gematst. Nou. Ja, ze hebben ons gematst. Ze hebben ons zeker gematst, waard. Ik bedoel, we hebben al onze spullen nog. En we mogen naar huis. Ja, gelukkig. Dus we zijn gematst, maar we zijn wel, we moeten nou op het padje blijven en we moeten naar de auto. Maar? Dat is omlopen. Abonneer wel even op Alt-N. Ja. Nou. Oh. Nou, zover het verhaal. Ja. Ben ik wel lekker op tijd thuis. Ja, dat weer wel. Nog 2,5 uur rijden. Ah, dit maakt wel een hoop goed, hè? Dacht ik ook. Ja. Dit maakt wel een hoop goed. Zeker weten. Oh, lekker. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.